Het Junior Songfestival is al jaren een groot succes. Voor veel winnaars betekende het een springplank de showbiz in. Weten jullie het nog? We gaan terug naar het jaar 2011. Rachel won met haar nummer Teenager en mocht Nederland vertegenwoordigen tijdens de internationale finale in Armenië. Ik ben zo blij dat ik gewoon meegedaan heb. Het begon allemaal met een superspannende auditie. En ja, tot die tijd is het allemaal voorbereiden en een beetje kletsen met de andere kandidaten. Zingen, ik ben een puber. Haar liedje had toen nog een andere titel. Toen heette het nog, ik ben een puber. Ik ben een puber. Op de middelbare school breek mijn hoofd op hol. Heb wel wat anders aan mijn bol. 5, 6, 7, 8. Samen met de andere finalisten overviel ik Rachel op een bungalowpark. We hadden blijkbaar een weekendje weggewonnen. Dus wij gingen naar dat vakantiepark. En op een gegeven moment hoor ik buiten mijn liedje gezongen worden. En ik zo, huh? En ik doe de deur open en daar staat iedereen. Dus dat was echt... Kom eens naar buiten. Heel vet. Maar ja, ik was er nog niet, hè? Dus ja. Zeg, Rachel, ik vind jou eigenlijk een soort mini-Rihanna. Mag ik dat zeggen of is dat heel stom? JSF Academy hadden we dan. En dan gingen we met Lucia Martas en Babette Labij. Adem? Ja, kregen we zangles en dansles. En ja, daar leer je ook wel heel erg veel van. En dat is natuurlijk ook wel heel vet, want je bouwt ook gewoon een band op met de rest van de groep. You know that I can use somebody. Bij het kampvuur. En dan ga je met z'n allen liedjes zingen en zo. En ja, dat is wel dan een van die dingen die je echt blijft onthouden. Someone like you, oh, oh, oh. En ja, dat zijn ook de leukste momentjes. En als een echte ster schittert Rachel in de Junior Songfestival videoclip. En dan volgen er allemaal andere dingen. Zoals je liedje verder produceren en helemaal leuk maken. Wat zie je? Als jij even luistert, kijk, we hadden deze hadden gedaan. Oh, ik zat er dus achter. Je zat er bijna. Live vanuit Studio Aalsmeer is dit de eerste halve finale van het Avro Junior Songfestival. Ik zat in de eerste halve finale. Ik moest dansen en zingen op een steiger. En dat is redelijk gevaarlijk. Op het podium ging het gelukkig wel goed. Maar ja, hoe ik er bij de repetities aan toe ging. In de halve finale en in de finale had ik 3 keer 12. En dat is 3 keer de hoogste punten die je maar kan hebben. 12 punten naar Rachel. Dat betekent dat de winnaar van het Junior Songfestival 2011 is geworden Rachel. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik dacht. Het was gewoon zo... En ik heb bam. En dan op een gegeven moment hoor je dan keihard gejuich. En dan ga je het zelf natellen. En dan denk je, oh, kan niet waar zijn. Ja, dan zie je die familie helemaal op je afkomen. En dan stromen de tranen gewoon allemaal over je wangen en zo. Ja, dat is wel een heel mooi moment. De winnaar! Mag ik een reactie van je? Ik vind het echt super. Maar pas echt heel lang daarna besef je van, wow, er is nog iets. En dan... Ja, dan mag je naar Armenië. Rachel gaat naar Yerevan, de hoofdstad van Armenië. En dat was echt, echt heel vet. Ik ben een teenager, ik doe wat ik wil. Op dat moment besef je niet echt dat je Nederland gewoon aan het vertegenwoordigen bent. En als je daar dan achter komt, dan is het gewoon zo van... Oh gosh. Rachel heeft het voor Nederland hartstikke goed gedaan. Heel veel punten voor Rachel en haar dansers, maar dus net niet genoeg om te winnen van de grote favoriet, Georgië. En dan eindigen ze toch vlak boven ons. Dan is het net zo... bijna. Maar de tweede plaats is natuurlijk hartstikke goed. En ze werd in Nederland dan ook toegejuicht als een echte winnares. Daarna sloot ik een platencontract. En uiteindelijk moet er dan toch een singeltje komen. De droom van Rachel is uitgekomen. En nu is het de beurt aan iemand anders. Lieve finalisten, veel plezier en maak gewoon veel lol. En ja, geniet er gewoon lekker van, want dit is gewoon het allerleukste wat je kan overkomen. En je wilt het zeker niet missen.
En denk eraan dat één van jullie straks ons land gaat vertegenwoordigen. En veel succes.